Ieder jaar in de herfst kan er door vallende bladeren gladheid op het spoor ontstaan. Een probleem dat wereldwijd de spoorwegen parten speelt. Vooral als het flink waait, vallen er grote hoeveelheden bladeren van de bomen en komen op de rails terecht. Doordat treinen over deze bladeren rijden, vormt zich op de rails een dun laagje bladerpulp dat in combinatie met vocht en roestdeeltjes een spekgladde laag wordt. Het contact van de treinwielen met de rails is erg klein. Alle krachten van de trein worden via dit contact overgebracht op de rails. Bij het optrekken bijvoorbeeld kunnen de wielen dan doorslippen. En ook bij het remmen. Bij het blokkeren en doorglijden van de wielen slijten de wielen onregelmatig. Er ontstaat een afgesleten plek. Hierdoor draaien wielen niet meer regelmatig en kunnen trein en rails beschadigd raken. Deze wielen moeten dan weer rondgeslepen worden en dat betekent dat materieel enige tijd niet beschikbaar is. Machinisten kunnen het doorslippen voorkomen door rustiger op te trekken, te rijden en te remmen. Maar dit kan leiden tot vertragingen. Op diverse manieren wordt gewerkt aan de bestrijding van de gladheid op het spoor. Zo wordt er bijvoorbeeld een speciaal mengsel op de rails gebracht. Deze sandite bevat zand en metaaldeeltjes die door de druk van de wielen de gladde laag kapot maken. En er worden bomen gesnoeid, bladeren verwijderd en hekken langs het spoor geplaatst. We bereiden ons zo goed mogelijk voor. Maar gladheid op het spoor is niet altijd te voorkomen.